Goedemiddag, ik ben Alain, Alain Manders, uh, geboren in Vlaanderen. En vieren papa van Lana, die nu echt haar Dutchman doet. Mijn eerste ontmoeting met Lana was in feite iemand van, iemand van de collega's. Die had, uh, zijn mama was ziek die had vier honden en drie zonen, en elke zoon ging een van de honden um, opvangen, maar er was dus een vierde hond, en ze hadden aan mij gevraagd van wil je niet eventueel de vierde hond even opvangen, en ik had in het begin gezegd ja, absoluut nee, want ik had geen zin om een, een dier in huis te hebben, ik had nog nooit een huisdier gehad, dus ik vond het maar het idee, vies en vuil en lawaai, en uiteindelijk ben ik dan toch naar name gereden, en daar zat zij te bibberen onder een zetel. Ik heb haar dan meegenomen in de auto en eenmaal hier thuis. Um, oorspronkelijk wilde ik haar eerst gewoon in de living plaatsen, maar ze is heel snel mee met mij gaan slapen die avond uh, in mijn slaapkamer. En sindsdien ben ik er dol verliefd op geworden. Toen ik in het begin uh, haar bij mij had. Had haar mama tegen mij gezegd van, ja, ze is heel. Uh, ze heeft schrik van de koude. Ze is moeilijk om te eten, zeer moeilijk om te drinken. En ik wist in feite niet heel goed hoe ik daar moest mee omgaan. En dan ben ik in feite naar de eerste beste winkel gevlucht. om uh, een jas voor haar te kopen, zodat ze warmer had. Ik ben haar eten gaan aanpassen, zodat ze het lekkerder vond. En ik ben haar gewoon overal beginnen meenemen. En, en die overal meenemen heeft in feite niet alleen haar leven, maar vooral ook het mijne veranderd. Ik kreeg opeens een soort van doel in mijn leven: om voor iets of iemand te zorgen. Wat mij deed denken aan vrienden van mij die kinderen hebben, want ik heb zelf geen kinderen. En ik snapte nooit als vrienden tegen mij zeiden van, ja wij moeten drie, vier keer s'nachts opstaan, ze naar school brengen. Dus ik zei van, waar halen ze de energie? Of hoe krijgen ze het in hun hoofd? En, en nu begon ik in feite zelf dit gevoel te voelen van een verantwoordelijkheid te hebben, van er te moeten zijn voor iemand, te zorgen voor iemand. En dat gaf mij een ongelooflijk goed gevoel. Was Het feit dat Lana bij mij is, heeft mijn perceptie of mijn visie op het leven echt wel veranderd. Hoofdzakelijk omdat ik gewoon een liefde kreeg, een onconditionele liefde, die ik trouwens nooit van een mens heb gekregen. Uh, mensen kunnen gewoon moeilijke momenten hebben en lastig zijn, en, en sommige mensen heb je echt wel eens zin om uh, de nek om te wringen, maar. Haar kan je gewoon nooit, maar dan ook nooit aantreffen in een, in een slecht humeur. Die geeft 365 dagen per jaar, 24 uur per dag, onvoorwaardelijke liefde. Die is altijd blij jou te zien. Om teven welk moment is zij echt blij om bij jou te zijn. En is zij altijd blij. En geeft zij ja, die liefde die ik in feite nooit heb gekend daarvoor. Lana kwam natuurlijk op een. Ja, Gepast en tegelijkertijd ongepast moment. Het was midden in COVID. Uh, ik werkte 24 op 24 en was nooit thuis. En opeens was ik uh, de hele dag thuis en zaten we allemaal in tele video calls, uh, Wat ik had, by the way. Dus in feite een van haar lievelingsplaatsen hier in het huis. Uh, omdat als ik zelf achter mijn PC zit, vindt ze het gewoon heel fijn om naast mij te zitten. Uh... En dan valt ze wel in slaap als het iets frisser is, waar ik. Ik was um, single op dat moment. Ik voelde me ook heel eenzaam. En toen kwam zij opeens en zij vulde een ongelofelijke leegte op. Um, en het was een paar dagen later kreeg ik dan ook nog zelf COVID. En het is pas toen zij echt 24 op 24 bij mij in bed ja, bijna voor mij zorgde. Om er echt te zijn voor mij. En ik had ook het gevoel dat zij echt voelde dat ik ziek was. Dat ik echt begon te beseffen hoeveel zij voor mij betekende. Ik was ervan overtuigd dat ik een paar weken later haar zou teruggeven aan haar mama. Want ze had mij die natuurlijk gevraagd: kan je ervoor zorgen? En dat was oké. Okay. Maar dus ik was ervan overtuigd dat ik een paar weken later haar zou teruggeven. Alleen zij is iets langer in de kliniek gebleven. En dus Lana is ook iets langer bij mij gebleven. En na die periode. Begon ik te beseffen dat ik in feite niet meer echt zonder kon. Um, en ik heb mijn stoute schoenen aangetrokken en naar haar mama Niki gesmeekt en echt gehuild of ik haar alstublieft mocht houden. Ik had natuurlijk een nee verwacht, maar haar mama Niki was zo'n fantastische mevrouw en ik ben ze helaas een paar weken geleden verloren. Um, ze is overleden en ik heb op haar begrafenis samen met Anna ook gezegd dat ik. Uh, uh, zo dankbaar ben dat, dat zij mij die kans heeft gegeven. Want zij was echt een grote mevrouw. Omdat zij zei, ik zie dat jij gelukkig bent. Dat jij een ander persoon bent geworden door Lana. Dat Lana ook een andere hond is geworden door jou. En ik wil jullie geluk niet doorbreken. En Dus zij heeft mij in feite gezegd van, je mag Lana houden. En je mag voor haar blijven zorgen. En ik ben haar daar eeuwig dankbaar voor. Het zijn in feite hele kleine dingen in het leven samen met Lana die mij hebben veranderd en een ander idee gegeven over het uh, bezitten van, van een hond in feite. En dat begint met kleine gezichtsuitdrukkingen. Verschillende keren per dag, op wanneer ze iets ziet, wanneer ze iets hoort, trekt ze een of andere raar gezicht, een rare bek die, die mij doet lachen, um, waar ik gewoon beter gezind van word. Um, en als ik zelf mij minder goed voel, triest of ziek. Dan voelt zij dit en gaat zij onmiddellijk heel veel aandacht geven en liefde. En, en dat is een gevoel dat ik nog nooit had gehad en dat heel sterk is. Um, het is in feite een soort van ja, bijna engelbewaarder, die op uw schouder zit en die jou continu in een, in een andere, betere moed brengt. Nee. Toen ik uh, Lana heb leren kennen, was ik nog alleen, maar ik had Nadine, een partner um, die ik heb leren kennen. En de conditie was niet alleen dat ik hem leuk vond, maar Lana moest hij ook leuk vinden. En gelukkig was zij onmiddellijk verliefd op hem en ik uh, vond dat superbelangrijk. En hij vond haar ook fantastisch. En ondertussen is er een ongelofelijke relatie ontstaan tussen ons drieën. En is zij echt bijna het middelpunt van onze relatie. En is zij echt onze, onze dochter. En het voelt ook echt zo aan. Als mensen schrik zouden hebben om een hond te nemen, dan denk ik dat het heel belangrijk is dat, dat de opvoeding is, is superbelangrijk. Um, het is belangrijk dat je haar laat voelen wat kan, wat niet kan. En zij weet heel goed als ze rustig is en braaf dat ze overal mee naartoe kan. Als zij niet blaft dat ze extra krijgt. Um, en, en het is gewoon superbelangrijk dat, dat zij beseffen um, wat ze mogen en niet mogen. Het is in feite ook heel grappig het verschil in houding van, van Lana ten opzichte van mij of mijn partner. Um, voor mij um, is ze echt, ik ben haar ja, uh, papa, uh, of ook eerder zo haar meester, want aan mij kleeft ze echt. Dus overal waar ik wandel, volgt ze mij. Daarom staat overal in het huis, staan er mandjes, uh, omdat ze mij echt overal volgt. En ze wil zitten waar ik zit. Um, en mijn partner, dat is eerder echt haar speelbuddy. Uh, en daar speelt ze gewoon heel graag mee. En dat is een heel verschillende houding die ze daarmee heeft. En dus als ze echt gek doet, is het met hem. En als ze zo heel volgzaam is, dan is het met mij. En, maar haar, wat ze allerliefste doet, is tussen onze beiden zitten of liggen. Dus als wij tv kijken, wil ze tussen ons beiden zitten. Um, en zelfs, ja, we hebben al lachende gezegd, ze zou het zo, liefst tussen ons slapen, maar dat doen we nu niet. Maar als we ooit een nieuw bed kopen, zijn het drie grote matrassen en de middelste zal voor haar zijn. Als we in Parijs uitgenodigd waren een dag um, in uh, een kamer die Karl Lagerveld had ontwikkeld voor um, zijn poes, Choupette, um, had Lana een fles champagne gekregen voor hon. En bij Diara heeft ze haar kussen gekregen. En ja, haar collier, by the way, was als ze ziek was, heeft uh, ze die van Prada gekregen. Zat dus. <laughs> Een van mijn bedrijven is. is uh, het is een stilismebedrijf, en dus ik ben ook wel gepassioneerd door alles wat mode is. En in het begin had ik haar eerste jas gekocht en ja, die was praktisch maar niet zo heel mooi. En ik voelde mij in feite bijna schuldig, want ik dacht van waarom mag mijn dochter er niet even fashionable uitzien als ikzelf? Ik had nogthans heel mijn leven gelachen, om eerlijk te zijn, met dames die een hond aankleden. En op dat moment ben ik helemaal veranderd van gedacht. En haar eerste jas die ik kocht was, was Montclair, omdat die gewoon het was winter en het was koud. En Lana veranderde, want opeens had ze warm, want die Montclair was ook echt warm, maar het was ook dezelfde als mijzelf. En we waren in feite hetzelfde gekleed en ik kreeg ongelooflijk veel toffe reacties. laten voilà, dus dressing hier. Um, vooral, we hebben T-shirts. Dus er zijn merken die, die T-shirts ontwikkelen. Zoals Kutsch hier heeft, exact is deze Polo. Um, en die, die is gewoon net dezelfde voor mensen als voor hun. En anders koop ik gewoon een versie voor mensen en laat ik die maken op dezelfde manier. En mijn partner heeft, trouwens, is fan van Taylor Swift en heeft een Taylor-versie laten maken die ze heel graag draagt. En als ik. Dit nog voor in het tussenseizoen, maar ik ook regelmatig een driehoek: heel fijn om te dragen. En die maak ik met het onderste van mijn broek. Uh, voor in de winter zijn er merken die superleuke sweatshirts maken, uh, echt truien. Ik heb net dezelfde en dan kunnen wij die gewoon samendragen. Het is warm voor haar en het is dan ook nog fashionable. Ik begon Lana mee te nemen naar alle fashion events en zij de ster werd en ja, zij kreeg cadeaus als het haar verjaardag was en als ze ziek was. ...van de merken, omdat zij echt wel uh, de ster was. In feite, het was, was mijn partner die op het moment tegen mij zei van... ...we hebben allebei een Instagram. Uh, waarom heeft ons dochter er in feite geen? En ik dacht, ja, dat is misschien een beetje overdreven. Maar uiteindelijk ook niet, want zij ging met ons op avontuur. En mensen begonnen mij ook te vragen van, hoe gaat het met Lana... Want zij wisten dat zij mijn leven had veranderd. En, en heeft Lana al een nieuwe jas en heeft Lana al een nieuwe um, mand. En ik dacht, ja waarom doen we het niet? Het moet niet altijd via mij gaan. En we hebben dat gedaan en we krijgen daar ongelooflijk toffe reacties op. Dat mensen echt volgen en zeggen van, het maakt ons in een hele uh, fijne stemming om de avonturen van Lana te volgen. Op een bepaald moment, zo, ik was Lana was natuurlijk al tien jaar um, toen ik haar heb de eerste keer gekregen en uh, haar tanden waren in niet zo'n topconditie en ze kreeg daardoor veel infecties in haar mond en dus ze moest in feite ontkalkt worden, net zoals mensen. En ik ging daarvoor naar een kliniek, um, de, de foute kliniek, ik had een andere kliniek moeten nemen en um, ze werd ontkalkt en dat is niet zo goed afgelopen. Ze had haar in feite te veel verdoving gegeven en ik stond op het punt om haar te verliezen. En ja, het was alsof mijn hart brak. Um, ik, ik had echt nog nooit dit gevoel gehad van, van een soort van meer dan diepe droefheid um, um, om eventueel haar te verliezen. Um, en ik heb haar toen ook uit de kliniek gehaald en thuis gebracht om haar beter te kunnen verzorgen, want ik zag ook dat in de kliniek zij in feite nog zieker werd. Want zij zat daar in een kooi en, en zij wou gewoon bij mij zijn. En dus ik heb haar dan echt meegenomen naar huis en dan is zij stilletjes aan beetje per beetje beter beginnen worden. En sindsdien uh, poetsen wij haar tanden elke dag. Ze heeft dat niet graag, ze vindt dat niet fijn, maar toch doen we het om er gewoon voor te zorgen dat we dit nooit meer moeten meemaken. Um, natuurlijk beseffen wij ook wel dat zij ondertussen 16 is en dat er een moment komt dat we zullen moeten afscheid nemen. Maar ik heb haar mama beloofd dat ik er ga voor zorgen om het wereldrecord te breken van de oudste Jack Russell. Dus dat gaan we proberen te doen. Het blijkt uh, 19 te zijn, dus uh, voilà, we gaan dat zeker doen. Wanneer ik Lana heb gekregen, zij dronk niet, niet voldoende. En dat was een probleem. Zij had droge voeding, maar ze dronk niet voldoende en dat gaf soms problemen met de nieren. En... en ik heb in feite beslist om over te stappen op natte voeding. En die natte voeding, ik doe daar voldoende water bij, zodat in feite een halve soort hutsepot soep wordt, waardoor ze verplicht is om dat water te drinken, op te eten. En dat heeft dan helemaal veranderd in feite. Dat heeft dan helemaal veranderd en dat heeft er ook voor gezorgd dat zij veel betere gezondheid kreeg. Natuurlijk, altijd kijkt wanneer wij eten en graag mee eet, maar daar heb ik een oplossing voor. Elke dag wanneer zij kaka doet, uh, s ochtends en 's avonds, op het juiste moment kijk ik of naar de consistentie, naar de kleur. Wat trouwens de mensen ook bij zichzelf zouden moeten doen, want uw stoelgang bepaalt in feite de gezondheid van uw hond of van uzelf. Als die regelmatig is en dezelfde kleur en dezelfde consistentie, dan zijn in feite jouw darmen gezond. Ik ga ook maar naar de osteopaat, net zoals ik zelf naar de osteopaat ga als mijn rugpijn doet. En dat heeft heel veel positieve effecten op haar gezondheid. Zij was al iets ouder en zij kan dus ook niet heel ver wandelen. Maar ik dacht bij mijzelf, zou ik het fijn vinden om elke dag dezelfde 100 meter te wandelen. Nee. Dus dan heb ik in feite. Ik was in Milaan tijdens een van de fashion weeks en er was iemand die een, een uh, buggy had ontwikkeld, speciaal voor honden. En ook alweer net zoals mijn kleding, dacht ik, iedereen gaat mij uitlachen en die gaat zeggen: wat zit nu die hond in een buggy te doen? En toen heb ik mij gewoon een klik gemaakt van: I don't care wat mensen denken. Ik wil haar overal mee naartoe nemen. En ik wil dat zij elke dag nieuwe dingen ontdekt. Want dit is wat haar. Super gezond houdt, haar mentaal ook te triggeren. Honden worden heel graag getriggerd mentaal en ik ga haar gewoon elke dag ergens anders mee naartoe nemen en dat kan doordat ik haar in een buggy zet. En de manier hoe dat zij in haar buggy zit, zie je gewoon dat zij super gelukkig is, dat zij heel veel impulsen krijgt van alles te zien en dat houdt haar jong. Ik heb een draagtas zodat ik haar mee kan nemen op het vliegtuig, ze is super graag in het vliegtuig. Ik heb mijn auto ingericht dat zij letterlijk naast mij zit. Mijn partner zit achteraan, zij zit vooraan en zij heeft een verhoog. Ik heb mijn kussens een mand verhoogd zodat zij op ooghoogte zit, dat zij alle auto's kan zien en alle mensen die passeren. Ze vindt dat fantastisch. En zelfs als we net uit bad komen, heeft ze ook haar net zoals wij haar een badjas. Ze heeft daar ook recht op om goed warm te zijn. Ik wil absoluut voor het vervolgen van mijn carrière en leven iets doen met en rond honden. En ik denk in de twee richtingen. Enerzijds voor de mens. Ik ken heel veel bejaarden die triest en alleen zijn. Ik ben ervan overtuigd dat als we die een hond brengen. Dat het leven verandert en dat we alle antidepressiva kunnen schrappen. Als ik Lana bij mijn mama breng, dan dat is dat het hoogtepunt van de week. Zij vindt dat fantastisch. Dus ik denk dat we met honden en bejaarden absoluut iets kunnen doen. Omgekeerd is het ook zo dat er heel veel honden uh, verlaten zijn, alleen gelaten zijn. En daar kan je ook weer iets mee doen om die in de juiste thuis te brengen. Ik heb een heel mooi project gezien in Polen waar een meneer een groot terrein, allemaal chalets heeft opgeplaatst en die ingericht als kleine huisjes. En dan honden die verlaten waren in die huizen brengt, zodat die hond kan wennen aan een huisomgeving. En dan nodigt die families uit die eventueel overwegen om een hond te hebben, maar nog niet zo zeker zijn. En dan kunnen die in feite een paar uren of zelfs dagen doorbrengen in die chalet met die hond. En de familie raakt gewend aan de hond en omgekeerd en voelt over een chemieus. En indien niet, en ik vind dat geen probleem, want met mensen lukt het ook met een partner A en niet met partner B, gaan ze gewoon naar een andere hond en kijken ze waar de affiniteit het hoogst is. En zo kun je in feite een nieuwe familie creëren. En ik vind het heel mooi om een project op te starten waar er nieuwe liefde, nieuwe relaties tussen mens en dier kan gecreëerd worden. Um, en daar wil ik absoluut iets rond mee doen.